Punt van Contact, deel 2. Lieve mensen, geloof is een gift van God die iedereen al reeds bezit. Ook u, in zekere mate. Het is echter niet genoeg om alleen maar geloof te hebben of geloof te bezitten. Nee, de Bijbel leert ons om van God te ontvangen, om van God een wonder te ontvangen, een wonder van genezing, een wonder van bevrijding of verlossing, om van God een wonder te ontvangen, zal je je geloof in werking moeten gaan stellen. En alleen dan kan geloof zijn werk doen waarvoor God het u gegeven heeft omdat velen niet weten hoe ze hun geloof in werking moeten stellen, heeft de Heere God mij deze boodschap gegeven. om dit aan u te vertellen. Zodat u een wonder van God kan ontvangen. Want de Bijbel zegt: God is dezelfde. En wat Hij toen in de Bijbeldagen deed, wil Hij vandaag ook voor u doen. In werking stellen betekent: Je moet iets doen. Kan u mij nazeggen: Je moet iets doen? Oké, okay, je moet iets doen. En wat u moet doen, zal ik u aan het einde van de boodschap vertellen als we samen gaan bidden. De Bijbel die geeft ons een geweldig voorbeeld waarin het punt van contact een belangrijke rol speelt. In het inwerking stellen van je geloof. Om een wonder van God te ontvangen, speelt een punt van contact een belangrijke rol. Kleine David die gebruikte zijn slinger met steen om zijn geloof in werking te stellen en daarmee dode hij die grote reus, die onmogelijke reus, Goliath, waar iedereen bang voor was. Mozes, de bekende man uit de Bijbel, die stelde zijn geloof in werking door zijn staf over de Rode Zee uit te strekken. Allemaal eigenlijk rare dingen zou je zeggen. Dingen die, ja wat raar om dat te doen, een staf over de zee uitstrekken. En dat daar de zee een pad baande waardoor God zijn volk bevrijdde uit de macht van de... Egyptenaren. Maar God had gezegd dat hij het zo moest doen. En omdat hij het deed, omdat hij gehoorzaam was en zijn geloof in werking stelde door het te doen, ontvingen zij daar een groot wonder. Een vrouw die al twaalf jaren aan bloedvloeien leed, vertelt het Nieuwe Testament van de Bijbel, die stelde haar geloof in werking toen zij tegen zichzelf zei, als ik de zoon van Jezus kleed zal aanraken, weer zoiets vreemds, hè, om een wonder te ontvangen, en de zoon van Jezus kleed zijn klederen aan zal raken, dan zal ik gezond worden. En toen zij dit deed, ontving zij haar wonder. Lieve mensen, wat doet een punt van contact wanneer je dat gebruikt. Ten eerste door een punt van contact richt je je geloofsoog op Jezus. Je aandacht richt je op Jezus. In plaats van je zorgen te maken over de toekomst, in plaats van je nood richt je je oog op de wonderdoener, je geloofsoog op Jezus. Dat wil zeggen je focust je aandacht op Jezus. Je focust je denken op Jezus. Je focust je hart op Jezus. Dat is wat je doet. En daarmee is dus je oog niet meer gericht op je ziekte. Het is niet meer gericht op je nood, maar het is gericht op hem die een wonder van je kan doen, voor je kan doen en je kunt genezen verlossen, bevrijden en redden. Ten tweede, het punt van contact stelt de tijd vast, ook de plaats. Als ik tegen u zeg: ik zie je morgen. En u vraagt aan mij: hoe laat? En ik zeg tegen u: maakt niet uit. Als u tegen mij dan aan mij dan vraagt: waar ontmoet ik je? En ik zeg tegen u, maakt niet uit. Nou, dan denk ik dat de kans heel klein is dat wij elkaar morgen zullen ontmoeten. Maar als ik tegen u zeg, ik zie u aanstaande zondagmorgen om half elf voor de deur bij de blessing in Den, in Den Haag, lieve mensen, dan denk ik dat wij elkaar zullen ontmoeten. Nee, ik weet het zeker omdat ik heb en de tijd en de plaats vastgesteld waar wij elkaar zullen ontmoeten. Dat wil zeggen, als u een tijd en een plaats afspreekt, dan schep je daarmee verwachting. En die verwachting is zo belangrijk om je wonder van Jezus Christus te verwachten, dat wat je nodig hebt in je leven. Ten derde. Een punt van contact maakt dat uw geloof niet dood is en niet passief is. Door een punt van contact wordt je geloof juist in werking gesteld. Het gaat werken, het gaat bewegen. Met andere woorden, uw geloof is echt wat u gelooft. Dat is eigenlijk wat het. Wil zeggen. Dat wil zeggen, je kan dus zeggen dat je gelooft, en een heleboel mensen doen dit ook. En dit is best wel een moeilijk punt hoor. Want sommigen zouden zeggen, als ik daarover twijfel zou zaaien, van ja geloof je nou, geloof je nou echt dat God je wil genezen? En mensen zouden zeggen ja, en ik zou denken, ik weet het niet. Dan zouden ze gelijk tegen mij zeggen, oh, en denk jij wel dat ik dan geen geloof heb? Want geloof is iets heel persoonlijks. Het is best wel een gevoelig punt. Je kan zeggen dat je geloofd hebt, maar en nooit naar handelen. Je kan geloven dat God je zieke lichaam kan genezen. Je kan vastberaden zijn en geloven dat God je kan. Genezen, maar als je je geloof niet in werking stelt, ofwel als je geen handeling voor dat geloof doet wat je zegt dat je hebt, dan gebeurt er niks. Helemaal niets. Met andere woorden, je geloof moet zich omgaan zetten in een handeling van geloof. Het is die handeling die laat zien dat je echt gelooft. Het is zo mooi. Lieve mensen, als je dit gaat begrijpen, want hierin ligt een sleutel en een groot geheim om van God te ontvangen. Niet morgen overmorgen of overmorgen, maar vandaag. Terwijl u dit hoort. Het moet dus tot een punt gaan komen in je leven waarin je gelooft op één en. Hetzelfde moment vanuit jouw hart, vanuit uw hart, tot God gaat stromen. In één keer. En dat is het punt waarin uw geloof uit u stroomt tot God en Gods kracht aanraakt. Want Gods kracht is vandaag nog altijd dezelfde. Het is hier, het is daar waar u bent. En op datzelfde moment zal Gods genezende, verlossende, bevrijdende en reddende kracht in uw geest komen, in uw denken, in uw lichaam komen, ja, in uw hele wezen stromen. Ten vierde, een punt van contact is iets waaraan je kunt vasthouden. Dat is het. Het is iets waar je aan vast kunt houden. Ook na je wonder, als de reacties daarop gaan loskomen. En dat gebeurt. Dat wil zeggen, als God nou gisteren een wonder voor je heeft gedaan. Hè? Och, ik heb het zo vaak meegemaakt met mensen. Dan staat de boze vandaag op de deur van je denken en je hart te kloppen om te zeggen dat er niets. Is gebeurd. Echt waar. Bijna iedereen die genezing van God ontvangt, zal hiermee te maken hebben en te krijgen. En weet u hoe dat heet? Simpel, twijfel En twijfel is hetgene waar de boze heel goed in is, lees uw Bijbel maar. Kijk dan. Kijk, je hebt nog steeds de symptomen. Er is helemaal niks gebeurd, nee joh. Het is allemaal maar larikoek, fantasie, sprookje, praatje. Je bent helemaal niet genezen. Twijfel zaaien in het hart, in je denken. En dat is het punt wanneer je vasthoudt aan je punt van contact en zegt: Duivel, jij zal die ziekte niet meer op mij leggen. Want door zijn striemen van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Ben ik gezond? Oh, halleluja. Houd je punt van contact vast en je houdt ook je genezing vast. Daarom is een punt van contact zo mooi. Ik heb het zelf ook in mijn leven ervaren. Zo'n, ik noem het maar, punt van contact ervaring. Het was de tijd dat mijn vader, evangelist Johan Maasbach, 23 jaar over Radio Luxemburg, elke zondagmorgen de boodschap bracht. En elke zondagmorgen vertelde hij de mensen na zijn boodschap: als ik ga bidden voor u voor een wonder, leg dan uw hand op de radio en dan zal ik in de studio de microfoon aanraken als punt van contact. Ik was nog een tienerjongen, maar ik wist dit wel. Ik luisterde ook altijd naar de radio en ik wist dat mijn vader dit zei. En vele hebben werkelijk een wonder van God ontvangen. Maar die generatie die is al ouder geworden, maar ze zijn er nog steeds. En ik weet nog goed dat ik in die tijd altijd heel bang was om naar de tandarts te gaan. <laughs> werkelijk waar, panische angst. Sommige mensen zullen dit misschien herkennen: panische angst, bang. Ik geloof dat er toen nog niet eens een waterboor was. Begrijpt u waarom ik in die tijd bang was? En op een keer was het zo erg dat ik kiespijn had, dat ik mijn, muur wel, mijn, mijn hoofd wel tegen de muur kon bonsen. Zo'n pijn deed het. En het was in de nacht van zaterdag op zondag. De volgende dag zouden we naar de kerk gaan. En ik wist dat mijn vader de volgende morgen over de radio zou spreken. En ik wist dat hij dan aan het einde zou zeggen, als je een wonder van God wil ontvangen, stel je geloof in werking, leg je hand op de radio in gehoorzaamheid, terwijl ik de microfoon aanraak, laat dat een punt van contact zijn waarin u uw wonder zal ontvangen. Ik luisterde altijd, ik wist dat het zou komen, ik had zo'n kiespijn, ik kon niet wachten. Zie je dat, die schept die verwachtingen? Ik kon niet wachten tot dat punt zou komen. Moest ik eerst nog luisteren naar de boodschap? Maar ik wist het punt zou komen dat hij dat zou vragen. Ik zag er naar uit. Ik verwachtte het dat het zou gaan gebeuren. Met andere woorden, ik had de tijd vastgezet. Ik had de plaats vastgezet voor mijn genezing. Ik zei: morgenochtend, als de dienstknecht van God over de radio spreekt. En hij zal vragen om je hand op de radio te leggen terwijl hij de microfoon aanraakt en het gebed doet. Dan zal de Heer mij aanraken. Lieve mensen, dat was het punt van contact voor mij. Dat was het punt van contact. Dat is wat ik zei. Dat is wat ik verwachtte. Dat is wat ik geloofde. En het moment dat ik in gehoorzaamheid mijn hand op de radio legde en het gebed meebad was het moment dat mijn geloof uit mijn hart stroomde. Ja, en op datzelfde moment Gods kracht in mij stroomde, dat raakte elkaar. En het grote wonder was, het haalde niet alleen op datzelfde moment al mijn kiespijn weg, het nam ook al mijn angst voor de tandarts weg. Vanaf die dag. Ja. Dat is een getuigenis. En ik denk dat er velen zullen zijn met een getuigenis: dat God een wonder heeft gedaan. Schrijf mij als God een wonder voor je heeft gedaan of doet, ook nu. Die hand op de radio en die hand op de microfoon, dat bracht Gods kracht en mijn geloof samen. Ik zei de hele tijd, als hij gaat bidden. En ik leg mijn hand op de radio en hij op de microfoon, dan zal ik genezen worden. En dat is precies wat er gebeurt. Ik moest dus eigenlijk iets doen. Zie je, dat punt van contact is belangrijk. Ik moest iets doen om mijn geloof in werking te stellen, zodat ik mijn wonder kon ontvangen van God. En dit principe waar ik nu over spreek, klinkt misschien voor. Een aantal mensen heel vreemd, heel raar. Sommigen lachen misschien. Goed, dat mag. We leven in een vrij land. Ik mag het spreken, u mag het aannemen of niet aannemen. Maar dit principe waar ik over spreek, dat zien we talloze keren in de Bijbel. Uw Bijbel, geen rare Bijbel, nee gewoon uw Bijbel, de Bijbel die op de kansel ligt, uw trouw Bijbel. Lees het en je ziet dit principe waar ik vandaag over spreek terug. In de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan die vijfsterre-generaal Naaman. In het Oude Testament. Hij was Melaats, zegt de Bijbel. En toen hij naar de dienstknecht van God ging, zei de dienstknecht van God, als je genezen wilt worden, dompel je dan zeven keer onder in de Jordaan. In die vieze Jordaan. Datzelfde principe. Hij moest iets doen. Eerst wilde hij het niet doen. Oh. Hij was boos en hij wilde boos weggaan toen hij dit hoorde. Maar zijn vrienden zeiden, meneer Naaman, als de dienstknecht van God nou iets moeilijks had gevraagd, dan had u het gedaan. Nou vraagt hij iets makkelijks om je gewoon onder te dompelen zeven keer en doe je het niet. Gelukkig luisterde Naaman, hij dompelde zich zeven keer open, eh, onder. Met andere woorden, hij, hij bracht zijn geloof in werking, hij deed het en de Bijbel zegt, hij werd volkomen gezond. Ja, Iris, Moest Jezus vinden. om Jezus naar het bed te brengen. waar zijn dode dochter op lag. Wel, u hebt het gehoord, zijn dochter werd volkomen gezond. De blinde man, zegt de Bijbel. die moest zich gaan wassen in het badwater van Siloam. Toen hij dit deed, werd hij volkomen gezond. De lamme man, waar Jezus tegen zei: neem je bed op en ga lopen. Hij moest opstaan, zijn bed opnemen en gaan wandelen. Hij deed het, hij gehoorzaamde en hij werd gezond. De blinde Bartimeus moest de vraag van Jezus beantwoorden. toen Jezus bij hem kwam en zei: Wat wil je, Bartimeus, dat ik voor je doe? Vreemde vraag voor iemand die blind is: Wat wil je dat ik doe? Bartimeus zei niet: Nou ja, ik zou het graag willen dat ik weer ga zien, Heer Jezus, maar goed. Als dat niet kan, dan zal ik wel blind blijven. Nee, hij zei gelijk dat ik ziende zal worden. Dat was zijn antwoord, dat was zijn geloof, en hij werd ziende. Denk aan de genezing van de melaatsen. Die moesten zich gaan tonen aan de priester. Had Jezus gezegd dat ze gezond waren. Terwijl ze heen gingen, was hun huid nog vol melaatsheid. Maar zij stelden hun geloof in werking door te gehoorzamen. Zij deden iets, ze gingen. En de Bijbel zegt, terwijl zij naar de priester gingen, werden ze gezond. En toen ze bij de priester kwamen, waren ze volkomen genezen. Denk aan de weder van Sarvat. Ach, dat is ook zo'n mooi verhaal. Haar laatste koek wilden ze gaan bakken voor haar en haar zoon, want er was grote hongersnood, om daarna te gaan sterven. Toen kwam de dienstknecht van God tot haar en hij zei: Maak voor mij eerst een koek. Niet voor jezelf, nee, voor mij eerst. De Bijbel zegt: Toen zij gehoorzaam was en het deed, hield de meel niet op in de pot. En de olie hield ook niet op met stromen tot de hongersnood voorbij was. God voorzag. Zoveel, eigenlijk moet ik doorgaan. Er zijn zoveel van die verhalen in de Bijbel waarin je dus dit principe wat ik u vandaag probeer te leren en te vertellen, waarin je dit leert en ziet. De Bijbel staat er vol van hoe je je geloof in werking moet stellen om een wonder van God te ontvangen. En Hebreeën 13, vers 8 zegt dat Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Ook vandaag. En hij houdt van u en hij wil een wonder voor u doen. Of het nou van genezing, verlossing, bevrijding of redding is. Hij is daar waar u bent. En hij wil u uh, zegenen met een wonder. Nou, ik heb het vandaag niet, en dat moet ik erbij zeggen, ik heb het vandaag niet over positief denken. Ik heb het ook niet over dromen en wensen. Het is niks magisch waar ik het vandaag. Over heb. en dan komt het wonder Wel, niks magisch, niks duister, niks vreemds. Geen toverformule, als ik het zo mag zeggen. Nee, u vindt Gods kracht op uw weg, zegt de Bijbel, doordat je je geloof in Jezus Christus in werking gaat stellen. Hoe doe je dat? Door een handeling van geloof. Zo simpel is het eigenlijk. Met andere woorden. Je moet iets doen. Er moet een besluit genomen worden in je leven. Je zit met een nood. Er moet een besluit genomen worden om een wonder te ontvangen. Je wil moet actief gaan worden. Het moet gaan bewegen. Je geloof moet vrijgezet worden, vrijkomen om tot God te gaan stromen. Er moet een punt van contact gaan plaatsvinden. Tussen Gods kracht aan de ene kant... en uw geloof aan de andere kant. Ik zeg niet, ook dat moet ik weer aanhalen... dat uw punt van contact op zichzelf u geneest. Want dan zou het weer een toverformule zijn... van iets wat, wat, wat er is. Maar een punt van contact... Die stelt de tijd, die stelt de plaats vast en die brengt Godskracht en uw geloof samen. Dat het elkaar gaat raken, dat het in elkaar gaat stromen. Ik heb u vandaag slechts een paar voorbeelden in de Bijbel gegeven en laten zien wat mensen gebruikten als hun punt van contact. En je kunt heel veel dingen als punt van contact gebruiken, ook vandaag. En terwijl ik ga bidden en mijn hand naar u gaat uitstrekken, kunt u, als u dat wil, mijn hand gebruiken als een punt van contact, doordat u uw hand op mijn hand legt. Mijn hand dient dan slechts alleen maar. Als punt van contact. Niet dat u mijn hand gaat zien als een genezingsmiddel, een wondermiddel op zich. Het is alleen een. Wat ik wil doen is u helpen uw geloof in werking te stellen, zodat u een handeling kunt doen van geloof. En dat uw geloof gaat stromen en Gods kracht zal stromen. En het moment dat je dat doet en het elkaar raakt, dat je een wonder van God kan ontvangen. En zo kan Gods kracht en uw geloof samenkomen. Lieve mensen, verwacht dan, als je dit gaat doen, als je een nood hebt, als je ziek bent, verwacht dan een wonder van God, van de levende God, dat uw wonder zal gebeuren. Met andere woorden, je moet wel een wonder verwachten, als je wil tenminste dat een wonder gebeurt. Als je er niet in gelooft, en dat kan en dat mag, nogmaals, we leven in een vrij land, het kan en het mag, je hoeft niks te geloven. Als je het niet verwacht, niet verwacht, dan zal er ook geen wonder gebeuren, dan zal er niks gebeuren. Al leg je je hand op mijn hand. Ik kan niet voor u geloven, hoe graag ik dit ook zou willen. Niemand anders kan voor u geloven. Dat zal je zelf moeten doen. Lees je Bijbel, telkens staat erin dat Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u genezen. Door uw geloof, zei hij tegen die moeder, is de duivel uit je dochter gevaren. Telkens weer zei hij, door uw geloof. Anderen kunnen u wel helpen, maar u zal zelf tot het punt moeten komen dat je een handeling van geloof gaat doen, gaat verrichten. En dat handeling, die handeling die u doet, die zal maken dat uw geloof uit uw hart stroomt en dat Gods kracht tot u stroomt en dat het elkaar gaat raken. Ja. Uw geloof kan vandaag het antwoord zijn op uw ziekte. En op uw nood, wat uw nood ook is. Want God heeft u lief en Hij houdt voor u. Jezus is aan het kruis gegaan, zegt de Bijbel, om al uw zonden te vergeven. En de Bijbel zegt ook al uw ziekte, uw krankheden te genezen. Daar waar u zich bevindt. Misschien thuis. Misschien daar in die kamer. Of die slaapkamer. Of keuken. Waar dan ook. Misschien die gevangenis. Misschien het oude vandaag huis, instelling, hotelkamer, het maakt niet uit waar u bent, de trein of de bus. Stel uw punt van contact nu vast. En om u te helpen, zal ik mijn hand naar u uitstrekken. En kunt u vandaag uw hand op mijn hand leggen als punt van contact om uw geloof in werking te stellen. Als wij samen bidden, precies zoals ik dat meemaakte. Mijn vader zei: leg je hand op de radio en ik raak de microfoon aan. Zo strek ik mijn hand naar u en kan u als punt van contact uw hand op mijn hand leggen. En als je er niet kunt komen, dan kun je het naar hem uitstrekken. Terwijl ik bid. En zeg ik: Vader in de hemel, u bent nog altijd dezelfde. U bent nog altijd dezelfde zoals uw woord het zegt. U bent nog altijd vol van kracht en u leeft vandaag en u wil een wonder doen voor een ieder die zijn geloof in werking stelt. Heer Jezus, toen u op aarde wandelde, toen heeft u vele mensen genezen, verlost en bevrijd toen zij hun geloof in werking stelden. Heer Jezus, die vrouw die zo lang aan bloedvloeien leed en tegen zichzelf zei, als ik de zoon van zijn kleed aanraak, die werd volkomen gezond. Doordat zij haar geloof in werking stelde en dat zij iets deed. En zo bid ik voor al die mensen die vandaag hun geloof in werking stellen. Heren, laat dit het punt van contact zijn waarin hun geloof en uw kracht van verlossing, bevrijding en genezing tot elkaar zal komen om het wonder te doen wat nodig is. In de naam van Jezus Christus, ontvang uw wonder. Ontvang het op dit moment. Ontvang het van God zelf. Ik bid dit. Ik vraag dit. Ik dank u dat, dit, dat u dit zal doen. Want u bent een goede God. Trouw en rechtvaardig. En u kent alle nood. Ook van degenen die nu een handeling van hun geloof doen. Laat uw kracht door hen heen stromen. Neem weg elke ziekte. In de naam van Jezus. Verlos. Bevrijd. Elke verslaving. Ik bid dit en ik dank u ervoor. U doet dit. U doet dit zelf, o machtige God, want u bent de levende. In Jezus' naam. Amen.